Trainer Henk de Jong, een wedstrijd was dat met twee gezichten, hè? Ja, dat kan je wel zeggen. Ik vond ons niet eens zoveel minder de eerste helft, maar wel niet beter of slechter dan ik had gedacht. En dat vond ik als team. Hè. Er zijn nu twee jongens de dupe. Maar ik vind wel dat we dat ons als startend team moeten aanrekenen. En dat we zelf moeten kijken hoe kan dit. Want dit is niet wie we zijn. Dat is eigenlijk zonde. We doen onszelf tekort. Nou, wissel je twee keer in de eerste helft en merk je dan meteen verschil? Nou, niet meteen, maar... Kijk, er is wel een signaal in de groep. En daar doe je het voor. Hè? En, eigenlijk moet je het doen zonder wisselen, maar dat kan niet. Hè? Want dat moest nu, want anders dan win je die wedstrijd niet. Of je speelt een keer gelijk met de hang aan wurgen. En nu zijn we in de rust ook. Ja, we kunnen met 1-3, 1-4 winnen. Hè? Want dat moeten wij doen. Michael Breij, dat is even lekker binnenkomen, hè? Zo'n knal. Waanzinnig. Ja, waanzinnig. Het was een mooi doelpunt. Je komt er in de eerste helft al in. Hoe kom je erin? Ja, ik had het ook niet verwacht. Maar goed, dit was voor mij een kans. En voor David ook om ons weer te laten zien. En voor de jongens die eruit gaan is het vervelend. Maar die hebben het goed opgepakt. En die gunnen ons die minuten natuurlijk ook. Maar ja, voor mij lekker om een grote steen bij te dragen. En ook meteen een ruime overwinning ook. Ja, na de 1-1 had ik ook het gevoel dat er wat meer geloof in kwam, wat meer power, wat meer energie. En bij Vlagen voetbalden we best wel goed er doorheen. En vooral de strijdlust moet ik zeggen dat echt een groot compliment is. En ja, 4-1 is voor uitwedstrijd heel erg fijn. Nou ja, 1-1, 1-2 en dan in het laatst nog twee wereldgoals natuurlijk. Eigenlijk 4 wereldgoals. Ja, maar dat is wel mooi wat we even nodig hadden, is bevestiging hoe we bezig zijn. Hè? Want dat is best heel aardig, moet ik zeggen. En wat heb je dan in de rust gezegd van schiet maar eens? Nee, ik heb van alles gezegd. En ik heb die jongens die ik gewist heb eerst even met rust gelaten, want die zijn heet. Hè? Die willen me dan pakken. Doen ze niet hoor, lieve schat, niet. Maar dat moet ook, hè? Want dat was niet leuk. Maar als team heb je wel, ja, dat moet ook, hè? Als trainer dan. En ook mensen individueel, gewoon rechtuit, bam. Nou, die hebben ze wel heel goed hersteld tweede helft. En dan zie ik ze ook genieten dat ze dat doen. En dat vind ik wel mooi als team. Het totale team wat we hebben. En dat de jongens nu ook weer op passen op de jongens die gewisseld zijn. Dat vind ik echt mooi. Dat is wel, daar ben ik het meest trots op van de hele avond. Maar wat een overwinning dan ook. 4-1. Ja, dat is wel knap uit bij Fortuna. Dat is wel een goede ploeg. Dik geïnvesteerd, Europees voetbal. Ah, dan winnen we toch maar even. En als er wat strijdlust bij moet komen, dan kun je jou wel bellen natuurlijk. Ja, dan kun je me altijd bellen. Ja, dat is ook wat trainer tegen mij zei. Hij wou dat ik energie bracht en het team opsleepte en nam mee naar voren. Dus ik denk dat ik dat vandaag goed heb gedaan. Ja, welke was de mooiste vanavond, vind je? Die van mij. Ja, die van Jasper niet? Die van Jasper was mooi, maar die van mij was mooier. Yeah.